De vraag is, ik begreep niets over de 13 bollen. Heb je daar iets over gezegd? Weet je, heel eerlijk, Marieke begrijpt er ook geen klap van. 13 bollen. But. De 13 bollen zijn de levels waar we de bewustzijnslagen die we af zijn gegaan om uiteindelijk de collectie te kunnen doen van de energie. Dus het zijn eigenlijk, als ik het zelf dan, zijn dit de gouden lijnen die ik op een gegeven moment ook benoemde tijdens de transcendente reis. De gouden lijnen om de aarde heen waar wij zeg maar naartoe kunnen groeien in bewustzijnsniveau. En we hebben dus, misschien ben je wel bekend met van 3D naar 5D. En dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5D. Maar we hebben, dat zijn dimensies, hè, van de derde dimensie naar de vijfde dimensie. Maar we zijn door de vierde dimensie gegaan. En dat betekent dat eigenlijk wat buiten ons is, zit ook binnen ons. Dus dat betekent dat er ook zoveel dimensies in ons wezenlijk leven. Maar betekent denk ik ergens dat we veel meer dimensielagen hebben, bewustzijnsniveaus, die wij kunnen aanspreken. Dus bijvoorbeeld het aanspreken van je multidimensionaliteit betekent dus al dat je niet meer uit 3D leeft, maar dat je dus jezelf doet overstijgen en het aanspreken van verschillende bewustzijnsniveaus en altered states, waarin je dus verschillende dimensies in dezelfde tijd en ruimte kan ervaren. En die 13 bollen zijn bewustzijnslagen. En de bewustzijnslagen die voor vanavond gelden. En ga mij niet vragen, zijn dit dan alle bewustzijnslagen? Ik geloof zelf dat er een enorme trap is aan bewustzijnslagen nog boven deze 13 bollen. Hoeveel? Geen idee. Geen idee. Ik weet wel dat Jezus op de 12e tree woont. Of de 13e. Maar misschien hierboven God. Weet je? Dus bijvoorbeeld als ik helder ziendheid heb en mijn sterke plug ik in een persoon in. En dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat oma naar voren komt. En dat speelt zich af op de vierde dimensie. Dat weet ik omdat ik dat nu zoveel gedaan heb dat ik dat zo helder kan vertellen. Maar er zijn ook draden in mij die ik in kan pluggen. En dan zie ik van die persoon bijvoorbeeld vorige levens. Vorige levens zit niet op de vierde plateau, maar zit weer op de zesde plateau. Op de zevende plateau heb je de engelenwereld. Op de zevende plateau heb je de aartsengelenwereld. Op de eerste en tweede, ja, willen we allemaal niet zijn, maar er zitten wel heel veel cadeaus. En dan hebben we natuurlijk de driedimensionale wereld die we nu kunnen zien. Dus dan zou ik alleen plat gezegd alleen jou waar kunnen nemen. Maar ik zou zeggen, schrijf je in een meesterschap en intuïtieprogramma. Want daar gaat het dus bijvoorbeeld ook heel erg over je psychic potential.